Oké. Okay. Sphinx heeft het licht gezien in 1834, opgericht destijds door Petrus Regou. En nou ja, goed, als handelsorganisatie hier ooit begonnen, maar ook de industriële revolutie ontketend in Nederland destijds. Petrus Regou heeft natuurlijk meerdere bedrijven gesticht. Ik bedoel, de tegelfabrikanten, zowel Sphinx als Moza, kwamen destijds ook uit de pen van Regou. Glasfabrieken, keramische industrie en noem maar op, komt allemaal van Regou en is uit die tijd. Heel lang geleden, om er even terug te gaan naar de historie, was Sphinx een bedrijf dat met name keramiek maakte. We hebben veel meer gemaakt. We hebben zelf koffiefilterzakjes binnen het bedrijf gehad. We hebben tegels gehad. Maar altijd de keramiek, het sanitair, dat zeg maar op de eerste plaats stond. Gaandeweg, dan heb ik het over de jaren 90, zijn wij meer naar een totaalconcept gaan groeien. Ik heb ook een oud marketingplan gelezen uit de jaren 70, daar stond dat ook al in. Maar sinds de jaren 90 zijn wij begonnen met ook meubels, acryl, baden, douchebakken, douchewanden, kranen. Dus eigenlijk de totale badkamer te leveren. Sphinx is een beursgenoteerd bedrijf geweest. En sinds 99 zijn wij lid van Sanitec. En dat houdt in dat wij een van de 24 merken zijn en tot voor kort een van de 24 fabrieken waren van Sanitec. De productielocatie in de Beatrixhaven in Maastricht die is op 14 juli aangekondigd dat we die gingen sluiten. En die is sinds een goede maand is die dicht en de ondermanteling zeg maar, van het industriepark is begonnen. Het voelt emotioneel als een hele slechte beslissing, het voelt zakelijk als de enige juiste. Omdat wij hier op een groot aantal producten verlies draaiden. Dus wij produceerden hier een aantal producten die we vervolgens leverden aan de handel, waarop wij verlies draaiden of geen winst maakten. Ja, dat is op de lange termijn is dat niet vol te houden.